Mag ik even jullie aandacht van alle grote en kleine dames en heren die hier naar boven zijn gekomen? Het is vandaag de Dag van Europa. En dat is een hele belangrijke dag. Het is een belangrijke dag voor Europa, voor Nederland, maar vooral voor het KWC. Want wij gaan hier een hele bijzondere meubelstuk onthullen. We zullen straks zien wat dat is. En het meubelstuk wordt onthuld door mevrouw Marit Mai. Zij is lid van de Tweede Kamer voor de PvdA. Aan het woord meneer Wil Willemsen, die vertelt wat het belang van Europa is voor jullie. Want er zijn allerlei materialen die je misschien al lang al hebt gezien, maar die hiermee mee te maken hebben. En dan is daar meneer Colin Stolwijk. Meneer Colin Stolwijk is de wethouder van onderwijs van de gemeente Culemborg. En de gemeente Culemborg die heeft ook allerlei internationale contacten. Maar vooral heel veel onderwijs. Niet alleen wij, maar Lekkerlingen ook natuurlijk. En nog veel meer andere basisscholen. En daar is meneer Stolwijk allemaal verantwoordelijk voor. En wij vinden het heel leuk dat we hem kunnen laten kennismaken met het KWC op het moment van de opening van dit meubelstuk. En dan is mevrouw Annemarie van Eekhout. Annemarie Eekhout, die is zelf euroambtenaar. Ik zeg het helemaal verkeerd, Joet. Maar ik zeg toch wel goed. Ik zeg toch wel goed, mevrouw Eekhout, dat u echt uw werk doet in het Europees Parlement in Brussel. En ook in Den Haag. Dus deze mevrouw die zit wel heel erg dicht bij alles waar het vandaag om gaat. En ik geef zo meteen de microfoon aan mevrouw Mai. Want mevrouw Mai die gaat samen met twee leerlingen. Kunnen die even naar voren komen? Oh, die komen wel, maar die zijn een beetje onderweg. Dat zijn leerlingen uit onze afdeling praktijkonderwijs in het gebouw Gershwinhof. Dus die moeten in de pauze keihard rennen van de Gershwinhof naar de Beethovenlaan. Het is allemaal een heel lang stuk, dat weten jullie wel. En die hebben dit meubelstuk gemaakt. Daar komen ze hoor. Daar komt de docent. En ja hoor, kom maar naar voren jongens. Kom maar even hier naartoe. Geweldig dat jullie er zijn, want jullie hebben samen met de docent en met je andere leerling hebben jullie dit meubelstuk gemaakt. En ik heb maar niet verteld wat het is, want we moeten eerst zien wat het is. En jullie mogen met mevrouw Mai dat samen gaan openen. Mag ik dan jullie daarvoor uitnodigen om samen met deze mevrouw dat te doen? En dan geef ik u even de microfoon en dan gaan we straks natuurlijk, Als u het goed vindt, als het moment daar is, allemaal aftellen van 3 tot 0 en dan gaat het gebeuren. Dankjewel. Komen jullie aan deze kant staan? Ga ik hier staan? Ja, kom maar. Ga maar eentje. Ja. Pak je hem daar aan die kant vast? Misschien moeten we even aftellen met z'n allen. 3, 2, 1. Wat is je naam? Wat heb je hier gemaakt, Nick? Ik heb gewoon dingen opgeplakt. Wat voor dingen? Ik zie een beetje kaarten van verschillende landen. Dat zijn de landen van Europa die je erop hebt geplakt. En wat is jouw naam? En wat heb jij erop geplakt? Eigenlijk niet bij, dus. Weet je, de rector die zei het al. Vandaag is Europadag. En Europadag is eigenlijk de dag ook van meneer Schuman. En meneer Schuman, dat was een meneer uit Frankrijk. Die heeft meer dan 60 jaar geleden bedacht
dat we geen oorlog meer moesten voeren in Europa. En waarom niet? Omdat in de jaren daarvoor was er heel veel oorlog geweest. Jullie weten de Tweede Wereldoorlog, de Eerste Wereldoorlog. Miljoenen jonge mensen, 18, 19 jaar, die gingen vechten, die overleden. 6 miljoen Joden vergast en hebben gedacht, jongens, dit moeten we nooit meer hebben in Europa. En de enige manier om dat voor elkaar te krijgen, is om met elkaar samen te gaan werken. En te zeggen, eigenlijk horen we allemaal bij elkaar. We gaan samen met elkaar handel drijven, we gaan bij elkaar op vakantie, we gaan zorgen dat er geen grenzen meer zijn tussen de verschillende landen. En dat is heel belangrijk. En je ziet hier ook, op deze kaart, hoe dicht al die landen bij elkaar liggen. En dat we niet meer met elkaar ruzie moeten maken over wie de baas is, maar dat we het eigenlijk vooral ook samen moeten doen. En vandaag de dag zijn er maar liefst 28 landen die meedoen met de Europese Unie. 28 landen waar we allemaal proberen op eenzelfde manier welvaart te hebben, onderwijs te hebben, zoals wij dat hier hebben. Maar er zijn ook nog andere landen in Europa, die staan ook op deze kaart. In deze hoek, hier. Ik weet niet of Kimberly of Nick die geplakt heeft, hier. Daar is 15 jaar geleden, 20 jaar geleden, ook oorlog geweest. Weer. En die landen die zijn nu ook bezig om zich op dezelfde manier te ontwikkelen als wij. En we hopen dat in de toekomst die landen ook bij Europa kunnen horen. En dat zij ook op dezelfde manier onderwijs en welvaart hebben als wij. Op 22 mei gaan wij stemmen voor de Europese verkiezingen. En ik zou het fantastisch vinden als over 10 jaar niet 28 landen gaan stemmen voor de Europese verkiezingen, maar misschien wel 30 landen of misschien wel 35 landen. Dat er nog meer landen in welvaart leven en nog meer landen op dezelfde manier onderwijs voor hun kinderen kunnen organiseren als wij dat hier kunnen doen. Dankjewel. Ja, geweldig. En geweldig ook om te horen dat de toekomst eigenlijk van jullie allemaal in dat grote Europa is. Want dat is het wat u ook aangeeft. Dus dan moeten we maar goed in onze oren knopen. En het meubelstuk, jongens, het is een balie. Een prachtige balie. Jullie hebben echt geweldig mooi werk verricht. Wij zijn er helemaal trots op. Achter die balie. En dat is ook belangrijk voor meneer Stolwijk, de wethouder van Culemborg. Want die balie die wordt open, niet alleen voor het KWC, maar voor allerlei geïnteresseerden uit Culemborg. Achter die balie komen Europa-ambassadeurs. Wie zouden dat nou zijn? Dat weet meneer Wil Willemsen. Die gaat achter de balie staan en die nodigt de ambassadeurs daar uit. Met hulp, denk ik, van meneer May. Dat denk ik wel, ja. Dat denk ik wel, dat weet ik wel zeker. Hallo allemaal. Ik was een paar maanden geleden hier en ik werd compleet overdonderd. Nou is dat bij meneer May niet zo moeilijk, hè? Grote man. Maar ook hier José, die hadden namelijk een programma in elkaar gezet rondom lesmodules die Annemarie Eekhout en ik geschreven hebben in het kader van Europese bewustwording. En dat programma heet Een Team voor Europa. En op dit moment zijn er 55 scholen in Nederland bezig met dat programma wat helemaal over Europa gaat. En heel veel junior ambassadors, leerlingen die een stapje meer willen zetten, die andere leerlingen ook kunnen informeren over Europa, die de school kunnen ondersteunen bij een open dag of bij een uitwisselingsproject. En zij hebben dat, Menno en José, in een paar maanden tijd voor elkaar gekregen. Dat heb ik op geen enkele school in Nederland gezien. En geloof mij, want ik reis van Dokkum naar Sittard en van Goes naar Groningen. Ik moet overal naartoe. Oh, moet. Dat doe ik heel graag. Om die scholen te bezoeken. En hier was ik zoiets. Ik had het gevoel, wauw, wat hebben ze hier gedaan. In zo'n korte tijd. Dat betekent dat die junior ambassadors. Waar zijn ze? Dat is... Wat ik wel gezegd heb, is dat de school gecertificeerd gaat worden. Het Europees Parlement vindt dat scholen die een extra stapje zetten, dat die gecertificeerd kunnen worden als European Ambassador School. En dat project, dat draait op dit moment voor om dat Europees uit te gaan zetten, ook in de andere 27 andere lidstaten. We hebben er 28. Het KWC heeft een geweldige rol vervuld in een hele snelle tijd. En ik wil dat José en Menno daarvoor een groot applaus krijgen. Ja, en dan nu die ambassadors. Ik heb met vele kinderen gesproken die hier bezig waren met lesmodules. Waar zijn ze, Menno? En wie zijn het? Laten we samen een nabobootje
Dan moet ik mijn telefoontje erbij pakken. Daar staan de namen in. Ja, maar we hebben de eerste drie gehad. Ja. We hebben toen een opdracht gedaan, of die heb je bekeken, het ging over de Sacharovprijs. En dat hadden drie leerlingen gemaakt, die hadden het hartstikke goed gedaan. Wolf, Becky en Sarah, aan jullie de eer, kom maar naar voren, want jullie zijn ons eerste. Nou, geweldig. Ga er maar eens even achter staan dan. Wolf, Becky en Sarah, jullie mogen hier vanaf dit moment European Junior Ambassadors noemen. En dat zijn er niet zoveel in Nederland. Want van die vijf Europese gedachten verder uit kunnen dragen hier in de school. Jullie krijgen nog een certificaat. Echt een mooi certificaat. Kan in je portfolio, hè? Dat hebben jullie, hè? Ja. En dat krijgen jullie vanuit het Europees Parlement. Mooie handtekeningen eronder. En ik ga jullie symbolisch iets overhandigen. Waarvan je één ding weer terug moet geven. Dat is wel jammer. Ik begin gewoon. Zullen we eens kijken wat er staat? Die doe als laatste. Wil jij dit vlaggetje even pakken? Zet hem maar even voor je neus. Die mag je alvast hebben. Ja, leuk hè? Althans, de school. Wil jij die tas even pakken? Materiaal, lesmateriaal, informatiemateriaal, wat je kunt gebruiken hier in je balie. Bijvoorbeeld een hele mooie module over de Europese verkiezingen. Dat is geweldig interessant om te lezen. Ook voor volwassenen. U zit mij aan te kijken, mevrouw, maar dat is echt heel interessant. En als u de 100 wilt hebben, één telefoontje en ze zijn maandag of dinsdag in huis. Dus dat kan zomaar. En dan last but not least, die mag jij even ophouden. En die wil ik eigenlijk symbolisch aan Menno en José, als je het niet erg vindt, Joken. Nee, aan hen overhandigen. Dit is de plaquette die zij van ons officieel in november in Den Haag uitgereikt krijgen. Die moeten ze straks weer inleveren. Maar hiermee benoemen Annemarie en ik jullie namens het Europees Parlement tot European Parliament Ambassador School. Van harte gefeliciteerd. En dank aan jullie leerlingen allemaal. Hoor, want, jongens, het is natuurlijk niet alleen. Kijk, ik vind het superleuk als wij in het zonnetje gezet worden. Maar het kan alleen omdat jullie als leerlingen zo hard je best daarvoor doen. En daar ben ik hartstikke trots op. En dat wil ik toch even gezegd hebben. Ambassadors is om vragen van medeleerlingen te beantwoorden. Dat is jullie taak, hè? En misschien is er al een vraag. Het lijkt er wel op. Heb jij een vraag voor de ambassadors? Vertel het eens. Wat is het nut van de Europese Unie? Wat is het nut van de Europese Unie? Vraagt, want hoe heet jij? Harmen. Harmen vraagt dat. Nou, wie wil hem beantwoorden? Succes, Sarah. Nou, dat, ik weet zeker dat jij dat kan. Vertel het eens. Het is goed voor de economie en voor de welvaart van Europa. Veiligheid. De economie, de welvaart en de veiligheid wordt gezegd. Daar is het dus goed voor. Dus dat is het nut. En dan, Harmen, is dat voldoende antwoord voor jou of wil je nog iets vragen? Nee. Oké. Okay. Zeg maar, er komen nog veel meer vragen. Ja, er komen nog veel meer vragen. En deze leerlingen gaan zo nu en dan je spreekuur houden en dan kunnen alle andere leerlingen daar terecht, hè? Oké, jij zei nog iets over veiligheid, hè? Waarom is nu in deze tijd veiligheid zo belangrijk in Europa? Heb je daar een idee over? Kun je iets over zeggen? Over vele landen in Europa, niet alleen in Europa, maar in de hele wereld. Want met oorlogen houden, burgeroorlogen, in de schande dat Europa veilig blijft. Want wat hij aangaf is, er is ook veel oorlog en daar begon mevrouw May ook mee. En ook nu is dat zo, dus het is heel belangrijk dat Europa veilig blijft. Dankjewel, Wolf. Zijn er nog andere vragen, meneer May? Nee. Wilt u nog een slotwoordje spreken, meneer Stolwijk? Goedemiddag allemaal. Laat ik om te beginnen de school feliciteren, maar ook de ambassadeurs feliciteren met deze geweldige stap die de school zet. Ook buiten Culemborg. Er komen verkiezingen aan over de Europese verkiezingen op 22 mei, die komen eraan. Maar onlangs waren er ook gemeenteraadsverkiezingen en thema's die daar aan de orde waren gingen heel erg over verbinden.
en kijk over je eigen grenzen heen. En dat doen jullie hier op het KWC met elkaar op een bijzonder mooie manier. Er wordt verbonden tussen de verschillende leerlingen, de verschillende groepen, en er wordt over de grenzen heen gekeken. Heel letterlijk. Niet alleen over de grenzen van Culemborg, maar zelfs helemaal naar Europa. Dus ik wil jullie vooral feliciteren met elkaar. En ik zou zeggen, maak van de gelegenheid gebruik om je collega-leerlingen met allemaal fantastische vragen over Europa te bestoken. Want daar steek je geweldig veel van op. Ik wens jullie heel veel geluk en heel veel plezier met dit geweldige project. Dank u wel. Hartelijk dank, meneer Stolwijk. Ja, mensen. Een echte felicitatie. En dat is eigenlijk de afsluiting van onze opening. Want we gaan samen met de docenten en met de genodigden nog even verder praten na de pauze. Maar helaas voor jullie allemaal is de pauze zo voorbij.